Misschien is het u ook wel eens overkomen: opgelicht worden via het internet. Fraude onder ouderen komt steeds vaker voor. De politieke partij, 50 Plus, pleit voor meer voorlichting hierover. Dit maken zij bekend in hun verkiezingsprogramma. Jan Ottens, lijsttrekker van 50 Plus, maakt zich de nodige zorgen. Meestal is het wel internet, maar ook mensen komen bij jou thuis. Uh, om de bankgegevens te hebben. Nou, zoals u vast wel weet, komen banken nooit op bezoek en die bellen ook nooit om te vragen waar is het, uh, er is een foutje gegaan, kunnen wij eventjes uh, uw wachtwoord krijgen. Dat doen ze nooit dus en daar moet eigenlijk veel meer aandacht aan besteed worden, want ik vind uh, iemand die oud is en dat die uh, 80 jaar is en dan opeens uh, 15.000 euro armer is, dat uh, vind ik heel erg. Volgens Jan wordt 12% van de Groningse ouderen opgelicht. Vandaar dat hij meer bekendheid wil over fraude. De voorlichtingen moet je samen doen met de gemeente en de organisaties die het doen. Maar niet heel moeilijk, gewoon in jim en janneke taal, dat mensen dat ook begrijpen wat er gebeurt. Met die voorlichtingen hoopt 50PLUS dat er minder ouderen slachtoffer worden van fraude. Dat vergeten ook wel eens mensen. Dat Je wordt gebeld of je krijgt een whatsappje van hey, uh, ik ben op vakantie. Uh, Kun je mij geld sturen, want uh, ik zit even zonder geld. En dat gebeurt dan ook. En dan, dan zijn ze helemaal niet op vakantie. Maar dan krijgen de, de mensen die je gebeld hebben, de oplichters, krijgen het geld. Jan heeft nog een aantal tips om extra alert te zijn. Geef nooit je pincode af aan een, een vreemde. Dat zei ik al. Als ze bij de deur komen met pasje en pincode, soms heb je een die komt alleen de pasjabal. En dan, komt er nog, dan word je gebeld zogenaamd door de bank, dan kunnen wij uw pincode ook nog hebben van dat is iets mee gebeurd. En dan moet je even controleren of het nog goed is. Dat moet je nooit doen. Want mensen, de bank belt niet. De bank komt niet bij je langs. En daar moeten ouderen vooral op letten. Ik heb nog wel een voorbeeld. Uh, laatst was er op, op een radiocentrum was uh, een vrouw hier uit, heel toevallig uit Deelzijl. Die werd ook gebeld en... Uh, en die oplichter begon over, uh, begon over, uh, over te mobiele telefoon. Dan zegt ze, ik heb geen mobiele telefoon. Toen begon ze over, uh, zei hij, ja maar we hebben ook via internet gezien. Ik heb geen internet, zei hij. Nou zegt ze, en toen was ik er flauw van, heb ik maar de telefoon neergelegd. Dat is het beste wat je kan doen. Vertrouw je niet, telefoon neerleggen, geen antwoord geven en dan ben je eruit. En je bespaart een heleboel geld en een heleboel ellende.